Hey iedereen, Wesley hier. Leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik in deze webserie altijd mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. En zoals jullie al in de titel hebben kunnen lezen, ga ik dus een review doen op het nieuwste album van de Deense zangeres Mø, genaamd Motodrome. Maar weet je wat? Genoeg gekletst, laten we nu meteen beginnen met deze review. Motodrome is het derde studioalbum van de Deense electropopzangeres Karen Marie Agard Ørsted Andersen, oftewel bekend onder artiestennaam Mø. Ja, dat is precies hoe je haar naam uitspreekt, dus ik heb het opgezocht. Dus ja. Die vooral gaat over eenzaamheid, verandering in je leven maken en uit een neerwaartse spiraal komen mede door de coronaviruspandemie. Hoewel de zangeres praat over wat de pandemie mentaal met haar gedaan heeft, de liedjes op dit album voelen aan als doorsnee popnummers die je veel op de radio hoort of vaak ziet verschijnen op muziekzender Excite. Er is amper originaliteit doordat de liedjes veel gebruik maken van bepaalde dingen die je vooral in de afgelopen paar jaar terughoort in veel popliedjes. Van slome, dromige intro's tot elektronische percussie dat nogal levenloos aanvoelt. Hoewel dit project slechts 10 nummers telt, er zijn maar liefst 15 songwriters betrokken geweest bij het schrijven van de liedjes. De liedjes hebben misschien een emotionele lading, maar er zijn zat momenten in de liedjes te horen waarin de songwriting herhalend of zelfs gemakzuchtig oogt. En dat terwijl er zo'n 15 mensen op dit album de liedjes geschreven hebben? Dit moet een grap zijn, als je het mij vraagt. Een grap die ook nog eens belachelijk slecht is, net als de meeste grapjes van Arjen Lubach, maar uiteindelijk is dat mijn mening. In het verleden heb ik naar liedjes geluisterd waarin Mø een leuk optreden wist te geven, zoals Lean On met Major Lazer en DJ Snake uit 2015 en Final Song uit 2016. Maar op dit album vond ik haar zangoptreden niet geweldig en het matcht ook niet met de muziek waarop de zangeres er bovenop zingt. De krakerige stem kan werken als je op creatieve wijze iets leuks mee kan bedenken, maar op dit project, zeker met de productie, werkt het voor mij gewoon niet. Zoals ik al eerder opnoemde, heeft dit album 10 liedjes op de tracklist staan. Net als mijn probleem bij de songwriting heb ik ook bijna hetzelfde probleem met de producenten die betrokken zijn geweest. Bij dit album hebben 7 verschillende producenten meegewerkt aan het maken van de liedjes. Maar helaas zijn ze niet vasthoudend in kwaliteit en wisten ze geen indruk bij mij te maken van hoe tegenvallend en vergeetbaar de productie is. Laat staan het feit dat liedjes niet mooi met elkaar aansluiten van begin tot eind. Het is net alsof de liedjes bij mij de ene oor erin gingen en het andere eruit. Tja, wat kan ik zeggen over Motodrome, het nieuwe album van Mø? Het is niet vreselijk, maar ook niet geweldig. Op veel momenten is het album saai, maar uiteindelijk is dit zonder twijfel een van de meest doorsnee en ook nog een van de meest vergeetbare projecten die ik in de afgelopen tijd beluisterd heb. Dit album is jammer genoeg een verspilling van je tijd, dus dit album kun je, als je het naar mij vraagt, zonder problemen skippen. Motodrome van Mø krijgt daarom van mij een 5-. Nou, dat was mijn review van Motodrome van Mø. Maar wat vinden jullie trouwens van dit album? Vind je het een goed album of geen goed album? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets van opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in de gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei!